Nu het verdrietige nieuws dat cabaretier Paul van Vliet gisteravond op 87-jarige leeftijd is overleden. Hij laat een indrukwekkende carrière achter en zal door veel vrienden uit het vak enorm gemist worden. Paul van Vliet dankt zijn grote populariteit aan de uitbundige komische types die hij in de loop van de tijd neerzet. Zoals ondernemer Major Kees. Het commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in... Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten? In een door hen zelf gekozen richting. En Haagse Benny. Als mijn schoonmoeder kamer breed aan kwam zwemmen. Heb ik dus niet gezegd, treus, waar is mijn harpoen? Veel liedjes van Van Vliet worden hits, zoals Veilig Achterop bij Vader op de Fiets en Meisjes van 13. Meisjes van 13. Vlak voor het begin, meisjes van 13, er net tussenin. In 1992 wordt Paul van Vliet door actrice Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste Nederlandse ambassadeur van UNICEF. Hij omschrijft zijn werk voor de organisatie als een van de belangrijkste vervullingen van zijn leven. Kijk, ik heb geen illusie dat het mijn werk als cabaretier dat over 50 jaar nog wordt herkend en iets is. Maar ja, je kan in die kinderen wel iets doorgeven. Paul heeft met prinses Beatrix een speciale band. Ik heb met haar gestudeerd, ja. Daar ken ik ervan. En hoe is dat dan om elkaar weer te zien? Heel leuk. Dag majesteit, zeg ik. En dan zegt ze, dag meneer Van Vliet. En vroeger zeiden we, Beatrix en Paul. Maar dat is afgeschaft toen ze afstudeerden. In 2018 maakt hij bekend geen grote voorstellingen meer te gaan spelen. Hij sluit zijn carrière af met een matineevoorstelling die hij 6 jaar lang in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag speelt. Paul van Vliet is na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd overleden. Meisjes van 13. Ja, jij noemt gelijk Meisjes van 13. En hoe zou jij hem herinneren? Ja, daarvan onder andere. En van dat prachtige nummer over Den Haag. Dan met je lege paleizen. Den Haag, waar de westenwind speelt. En een liedje wat gaat eigenlijk over Den Haag. Toen dat geen residentie was, omdat Juliana ervoor gekozen had in Soestdijk. Dus die paleizen stonden allemaal leeg. En op de zolders lag couperus te vergelen. En een prachtige tekst. Hij was echt een woordkunstenaar. En een van de vertegenwoordigers van de cabaret in de jaren 70 en 80. Hij was een van de uitvinders eigenlijk van de one-man show. Dat was toen hartstikke modern. Met een combo en typetjes. En liedjes en verhalen. En het was niet heel maatschappijkritisch. Dit is Major Kees. Dat ging erover dat je heel lang haar had in het leger. En dat er werktijden werden ingevoerd. En dat de vijand vooral niet na 5 moest op vrijdag moest komen. En dat soort dingen. Major Kees was heel populair. Die is meerdere shows meegegaan. Dit lijkt me Bram van de Commune. Ja, altijd hars en weet je wel. En Haagse Benny, ja, dat vond hij zelf het leukste om te doen, denk ik. Want dan kon hij zijn eigen Haagse... Hij sprak natuurlijk prachtig Nederlands, maar dat Haagse dat zat wel in hem gebakken. Het is een echte Hagenaar. En hij is ook daar ook eigenlijk na zijn pensionering woonde altijd aan de Vecht. En later is hij teruggegaan naar Den Haag om de laatste jaren te slijten. En ja, van deze man had je nooit door hoe oud hij was eigenlijk. Nee. Toen hij 70 was, leek hij geen 70. Toen hij 80 was, leek hij geen 80. En ik schrok er nu van dat hij 87 was eigenlijk. En een heel kort ziekbed gehad heeft. Je vertelde iets op de radio, dacht ik vandaag, of op televisie, ik weet niet. Ja, ik had verschillende onderwerpen te doen. Maar dat bleef mij bij, omdat het hierover ging, dat je vorige week op de redactie had gevraagd. Ja, hoe is het nog met Paul van Vliet? Ja, is het stil rond Paul van Vliet? Heel gek, maar dat, ja. En toen bleek hij dus al heel erg ziek, toen leek hij dus al heel erg ziek te zijn, maar niemand heeft zien aankomen dat het zo ontzettend snel zou gaan. En ja, ik zal hem heel mee missen. Ik heb hem heel vaak geïnterviewd, heel vaak gesproken voor privé. En een innemende persoonlijkheid. En ja, die stem, ja, fantastisch prachtig. Nagedaan door Erik van Muiswinkel in als heel veel typetjes. Ja, dat is een handelsmerk. Van. En door Jochem Meijer trouwens ook goed nagedaan. Zeker, ja. Nou, Jochem Meijer stond ook stil bij hem. Ja, heel veel mensen zijn aangedaan. Jochem Meijer was goed met hem bevriend, zag hem als een groot voorbeeld. Peter Pannenkoek deelt de foto in de coulissen met Paul van Vliet en zei daarbij van... Hij zei ooit, ik moet zo op. En toen zei Paul, nee, jij mag zo op. En Claudia de Breij was een grote vriendin met een lieve foto en de dankwoorden. Dag, lieve, slimme, gulle, begaafde Paul, dank je wel voor alles. En ook Carré staat stil bij het overlijden van Paul van Vliet. Want in dat theater heeft hij maar liefst 300 keer gespeeld. Staan. Dat is gewoon een jaar bijna. Ja. Dus eigenlijk hadden we 4 grote, maar niet 3.
Ja, nou, hij is echt van die generatie van Freek de Jonge. En Seth Gijkema hoorde daarbij ook al ons ontvallen. En Herman van Veen natuurlijk. Ja. En ja, het wordt stil aan de top van de cabaretwereld van toen, in ieder geval.